ga ik samen met jullie een beetje praten over het afgelopen jaar 2016 en het aankomende jaar 2017. 2016 is een jaar dat heel snel is voorbij gegaan. Ik weet echt nog als de dag van gisteren dat ik nieuwjaar ging vieren van 2015 op 2016. En nu zijn we eigenlijk al 2016 op 2017 aan het vieren. Deze video heb ik eigenlijk nog nooit gemaakt, zo'n terugblik op een jaar. En een vooruitzicht op een aankomend jaar. Maar ik wil het wel graag doen omdat 2017 zich veel gaat brengen. En 2016 heel veel heeft leuks met zich meegebracht. Dus dat gaan we vandaag doen. Eerst wil ik graag even zeggen, wat vinden jullie van de belichting en de achtergrond? Please zeg dat jullie het mooi vinden. Maar ik heb softboxen gekregen voor kerstmis en ja, dit jaar vanaf nu, als jullie het een leuke setting vinden, mijn setting worden. Maar zwart, we gaan het nu even hebben over jaren 2016 en 2017. 2016 begon allemaal heel leuk. Ja, gewoon een leuk begin. In januari natuurlijk, zoals elk jaar. Ik heb 2016 het begin daarvan heel leuk gevierd. In het jaar 2016 is er heel veel leuks in mijn leven gebeurd. En eigenlijk praktisch niks slechts of iets ergs of zo, dus daar ben ik heel blij om. In 2016 heb ik op verschillende vlakken van mijn leven heel toffe dingen kunnen doen. En ja, mogen meemaken en ontdekken en nieuwe dingen. Ik begin natuurlijk op het vlak van YouTube. Ik heb de 5000 abonnees gehaald, ergens in het voorjaar. En mijn abonnees gaan de laatste tijd niet meer zo heel goed. Ik zit al heel lang op het jaar getal 5400 en nog wat te kwikkelen. Dus ik hoop dat het nu in 2017 wel een beetje meer gaat stijgen terug. Want ja, dat zou natuurlijk super tof zijn. Maar ik heb ook op YouTube, en door YouTube, weer heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ik ben naar de Belgian Tube Days gegaan, waar ik echt veel mensen heb leren kennen, met heel veel mensen de kans gekregen om met mensen te praten. Nieuwe vrienden gemaakt, nieuwe connecties gelegd. Dus dat is allemaal door YouTube. Ik heb ook een meeting gehad in het Waasland Shopping Center, waar ik ook heel veel nieuwe mensen heb leren kennen. En waar ik ja, ook de kans gekregen heb om met mensen te praten. Over YouTube dan natuurlijk en ook gewoon besides YouTube. Ik heb echt door YouTube en dankzij door YouTube en met YouTube heel veel leuke dingen gedaan. Dan op het vlak van school heb ik in 2016 voor een nieuwe school gekozen in september. En dat is echt een van de beste keuzes uit mijn leven geweest. Door die nieuwe school heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. Veel nieuwe vrienden gemaakt. En ook mensen die bij mij hier in de buurt wonen. Want toen ik nog op mijn andere school zat, kende ik niemand die bij mij in de buurt wonen, bij mij in het dorp wonen. Ja, en nu is dat wel, doordat ik naar een nieuwe school ben gegaan, mensen in mijn klas wonen hier ook vlakbij. En er is ook een meisje, Marie, waar ik elke dag mee naar school ga. En daar, ja, die heb ik allemaal door die nieuwe school leren kennen. En daar ben ik ook super blij om dat ik dat heb gedaan, want ja, dat is gewoon veel leuker nu. Qua hobby's ben ik ook in september veel meer terug beginnen dansen. Ik dans nu 3 uur in de week, of ja, nee, meer dan 3 uur in de week. 3 uur en 3 kwartier in de week en dan doe ik nog een uur cheerleaden. Soms moet ik ook op voetbalmatchen gaan optreden met cheerleaden en ik heb soms ook danswedstrijden. Dus ik ben qua hobby's ook veel meer beginnen doen precies dit jaar. Dus ja, dat is gewoon super plezant. En voor de rest zijn er gewoon allemaal leuke dingen gebeurd in mijn leven. Ik heb leuke dingen gezien, leuke dingen gedaan. Ik ben naar Zweden en Denemarken geweest voor het wereldkampioenschap van dansen. Ik heb gewoon super toffe dingen gedaan en ja, daar ben ik heel blij om. We kunnen dus echt wel besluiten dat 2016 een heel tof jaar is geweest. En dat ik echt heel toffe dingen heb kunnen doen. En er is dus, ik kijk met een lach terug op 2016, laten we het zo maar zeggen. Dan natuurlijk is het, ja, 2017 is daar. En het klinkt echt raar om te zeggen 2017. Dat is echt zo, weet je wel, dat is echt al, ja, ik weet niet. Ik kan het niet zo goed uitleggen. In 2017 ga ik echt heel leuke dingen doen. Ik ga naar New York. Als jullie daar nog niet echt van weten, dan moet je even mijn birthday haul gaan kijken. Daar leg ik het een beetje meer uit. En ik ga dus in de paasvakantie een week naar New York. Ik ga in de zomervakantie met mijn gezin gewoon op gezinsreis naar Corsica. Dus dat wordt ook super tof.
ik ga hopelijk op het vlak van YouTube nog heel veel leuke dingen mogen doen. Toch even over YouTube bezig zijn. Ik ga vanaf mijn volgende video komt er een nieuwe banner, een nieuwe profielfoto en een nieuwe intro. Want ik ben mijn intro, sorry dat ik het zeg, echt kotsbeu. Wat het ding van de nieuwe kanaalnaam betreft, dat gaat toch niet doorgaan. Omdat mensen mij altijd gaan kennen als Live Like Floor. Dus ik... Op deze moment denk ik toch niet dat het echt een goed idee is om een nieuwe kanaalnaam te nemen. Ook omdat ik niet echt een geschikte kanaalnaam heb gevonden. Die dat ik dan heb zijn echt een twijfelgeval. Dus ik ga het toch niet doen. Dus dat kan je ook verwachten. Ik hoop nog veel van jullie te mogen ontmoeten. Veel kijkers te mogen ontmoeten. Ik hoop dat ik nog veel nieuwe mensen mag leren kennen. Dat ik nog heel veel plezier ga beleven. En ik hoop dat het voor jullie ook hetzelfde is. Dat jullie ook heel veel mensen nieuwe mensen mogen leren kennen. Nieuwe vrienden maken. Dat jullie ook 2017 even leuk kunnen gaan beleven als ik. Hopelijk gebeuren er nu geen tegenslagen, want ik heb eigenlijk echt wel heel veel zin in 2017. Zo, en nu zijn we eigenlijk bij het einde gekomen van deze video. Ik wens jullie allemaal een spetterend 2017. En ik wens jullie ook heel veel geluk, heel veel liefde. Ik wens jullie gewoon het beste voor 2017. Vergeet deze video zeker geen duimpje omhoog te doen. Laat een reactie achter hier beneden. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag binnenkort weer in 2017. Bye!